Thank you.
Wilt u een bakkie? Wilt u een bakkie uit de thermoskan? Moet je die mannen nou eens zien zitten? Gezellig, hè? Ik vraag dat ik nou eens zo'n vent ontmoette. Oh, maar ja. Hoe ging het nou met dat daten? Op mij breekt me de bek niet open. Wat ik zaterdag weer aan mijn fietsen vangen. Oh ja, hij wou alleen maar bij hem thuis afspreken. Omdat hij niet zo vaak buiten kwam. Nou, ik erheen. Kom ik daar binnen? Een bende. En stinken. En vies. Wat denk je wat hij zegt? Ja, ik... Ja, hij was zo onzeker, zei hij tegen mij. Ja, ik had het jou wel verteld. Maar hij was gewoon hartstikke onzeker. Ik denk, ja, ik heb het aan de man. Zagen jullie die mensen dan net met Peter Petersen? Ja,
ander woord voor dat gekonkel. Ja, het buurthuis moet veranderen. Het moet veel moderner worden. Ja, dat is de nieuwe trend, heb ik gelezen. Meer zelf doen. Ja, dan kan ik dus thuis blijven. Ja. En ik dan, hè? En Gert en Bernie? Ik ben gewoon bang dat er straks een plekje in het stekje meer voor ons is. Nou, daar moet je bang voor zijn, hè? Wij zijn achter jullie, hè, mannen? Nou ja, ja. En dus noods trok ik een paar leden van de Rode Club Zakke Ajax op.
die deur. Oh. Nou zat weer die zwerver van z'n allen, weet wel. Doe jij even een bakje voor hem zo, dan haal ik even mijn boormachine, dan kan ik er best even naar kijken. Wat is dat? Oh, hey. Wil u een bakje, een bakje, een bakje? Wil u een bakje uit de thermoskan? Ze zegt u tegen me. Pak even, jongens, pak even. Hier, stop een bakje, dat moet je niet nemen. Het is echt heel erg ranzig hier, koffie. En dit er maar even bij. Ik knap je weer voorop. Oh. Ja? Alsjeblieft. Zo. Zo. Daar was ik aan toe, zeg. Gisteren weer de hele dag bezig geweest met het zoeken naar een huisje en een baantje. Zo langzamerhand geloof ik er niet meer in. Oh, komt goed hoor, maar je moet er wel in blijven geloven. Hè? Yeah.
ze hazelnootkoffie hebben? Oh ja, dat ken ik, dat is heel lekker. Mijn stekkie mag wel een beetje moderniseren, vind ik hoor. Nou, dat vind ik al niet goed. Tenminste, mijn eigen kruim meteen niet meer mee te nemen. Wel zo gezellig. Ik kijk wel even in het keukentje of ik wat kan fixen. Oh, dat kan zomaar niet, hè? Nou, ja, doe alsjeblieft heel voorzichtig hoor, want die stekker van die waterkoker is echt een beetje lang. Oh, oké, okay. Ja. Oh.
blijf een stuk. Ik doe nou toch eens rustig. Maar je lijkt zelf wel een draaideur. Ik ben een draaideur, ik draai rond. Sta met één voet maar op de grond. Hang met één punt maar aan het plafond. En als ik beweeg is dat in trot. Hij is een draaideur, hij draait door. Daar heb je fijne billen voor. Want draast hij wild door het kantoor. Dan krijg ik ook de kriebels hoor. Zullen we samen zingen? Want samen zingen is toch gewoon veel leuker? Nou, als jou dat nou rustig maakt, ja. Ik ben al zo vaak aangeraakt. Zes keer gemaakt en weer gemaakt. Iemand heeft zelfs in mij gebraakt. Maar we weer netjes schoongemaakt. Soms blijft er iemand voor me staan. Die durft niet voor mij heen te gaan. Heel zachtjes duwt hij mij dan aan. Dan doe ik extra kalm aan. Eerst is er iemand rondgegaan. Die bleef in ene in mij staan. Zo zat er toen zacht tegen me aan. Ik heb het dagen niet gedaan. De laatste tijd. Ik heb soms zo'n last van duizeligheid. En ik hoor ze zeggen dat ik zijt. En soms me draai in één kwijt. Er is maar één ding dat ik hoop. Als ik straks wegga naar de sloop, zetten ze mij misschien te koop. Thank you.
Jeugdjournaal weer. Zeg, ga nou toch eens weg ergens anders. Hé, hey, maat. De baas is nou op zijn kantoor. Misschien kan je wel een handje vragen. Verloor even een. Misschien verwijzen. Oh, hier. Oh, hier. Daar zit hij. Bij die deur. Links. In de links. Succes, joh. Thank you.
vaak staat u met de gymles? Juf Tines, kunnen die kinderen van u mij niet helpen? Ja, ja, goed idee. Ja, jongens, zit wel. Goed, dan de zaal zetten we in de gebruikelijke opstelling. Alle stoelen in een halve cirkel, de tafels aan de kant. Het moet rustig. Ja, we gaan starten. We hadden vorige week een dansje beloofd. Dat bestaat uit 3 gedeelten. Het eerste gedeelte doe ik. Het tweede gedeelte doet u. En het derde gedeelte, wat eigenlijk ook alweer het tweede gedeelte is, dat doen we allemaal. Dus pas het derde gedeelte met z'n allen. Wat zegt ze? Met z'n allen. Wat? Mag ik nu zien?